Waarom sta jij hier nu? GroenLinks! Behoud de basisbus! GroenLinks! Behoud! Laat ons studeren! Nou, eigenlijk gewoon goed onderwijs, wat inderdaad voor iedereen toegankelijk is, ongeacht sociaal-economische achtergrond. Een losse actie of is het deel van een campagne? Dit is deel van een campagne van goed en toegankelijk onderwijs. Dit is het eerste wat we doen. We gaan meer acties doen. We hopen dat er nog veel meer gaat komen. We proberen ons netwerk uit te breiden naar meer studenten door het land. Dankjewel. Allee, ik sta hier. Ik sta hier om GroenLinks op te roepen de basisbeurs te behouden. Die willen ze afschaffen voor het zogenaamde sociale leenstelsel. En juist de partij is GroenLinks verwacht ik eerder aan onze kant dan als de tegenstander. Geen bommen, maar boeken! Dit is initiatief van een nieuwe groep goed toegankelijk onderwijs. Dat is opgericht laatst in Amsterdam. Er waren iets van 50 mensen. We zitten nog te kijken naar of we iets van een landelijke demo gaan organiseren. Maar eerst kijken of we de mensen waarvan we verwachten die onze vrienden zouden moeten zijn aan onze kant kunnen winnen. GroenLinks, behoud de banken! Geen bommen, maar boeken! Ja, dat is gewoon al die shit moet terugtrekken in Afghanistan in plaats van fucking bezuinigen op onderwijs. Ja, dat is duidelijk toch? Ik sta hier omdat ik het niet vind kennen dat een progressieve partij als GroenLinks de afschaffing van de basisbeurs, of nee, niet de afschaffing, maar de omzetting naar een tussenhaakjes sociaal leenstelsel sloot. Ik heb er ooit op gedacht om GroenLinks te stemmen, maar nu ze dit doen. Maar nu niet meer. Dus nee, niet meer. Ik sta hier om de basisbeurs te verdedigen. Okay. GroenLinks heeft historisch gezien zijn ze opgekomen voor de rechten van studenten. Maar sinds een aantal jaren zijn ze. Ja, het is asociaal omdat studeren een recht is. En niet iets wat alleen voor de rijken is. Dus echt elite onderwijs. En dat willen we niet, want onderwijs is een recht. Het is koud. We staan hier wel voor het goede doel. Dus dat is goed. Dat is gewoon belachelijk. Waar moet je het geld vandaan halen? Ik bedoel, ik heb gekeken naar hoeveel een master kost. En de master die ik zou willen doen, die kost 9000 per jaar. Zonder stufie. Ja. Dat heb ik iets voorbereid. Oké, dat is het. And a bunch of other cover-ups. Your child's future was the first to go with budget cuts. If you turn on TV, all you see is a bunch of what the fucks. And these the same people, mostly telling us the truth. Glenn Beck is a racist, O'Reilly is a racist. But Obama didn't say shit. Dat zijn 10 demonstraties.